Waarom zijn jullie deze bezorg- en afvalservice begonnen? Nou, omdat we natuurlijk merkten in de tijd van de corona dat we de deur helaas moesten sluiten voor onze gasten. En ja, we zijn van ons werk uit gewend om te denken in mogelijkheden. Dus wat is dan wel mogelijk? Nou, afhalen mag allemaal nog. Dus daar zijn we zo snel mogelijk gestart. Wat kun je allemaal bij jullie bestellen? Voornamelijk broodjes, lunchgerechten, salades. En ook appeltaarten en manchoutaarten. Waar bezorgen jullie dit allemaal? We bezorgen in de binnenstad. En ze kunnen het ook ophalen. Waarom is deze Greenroom bezorg- en afvalservice zo belangrijk voor JP van de Bent en met name de cliënten? Nou, het is met name dat onze medewerkers deze werkplek bewust hebben gekozen omdat ze toch actief willen zijn binnen de horeca. Ja, zoals ik net zei, wat is dan nog mogelijk binnen de huidige tijden? En dat is dat we het op deze manier doen. Dus onze medewerkers willen we zo volwaardig mogelijk laten meedraaien in de samenleving. Dus daar kunnen we op deze manier het beste vorm aan geven. En de cliënten komen dan terecht bij jullie via de JP van de Bent Stichting? Nee, hoeft niet. Het is met name de vraag wat de cliënt heeft qua dagbesteding. En daar gaan wij kijken hoe passen wij je daar het beste op aan. En dat is ongeacht of het van de JP is of daarbuiten. De bezorg- en afvalservice, is dat iets wat kan blijven bestaan na de coronacrisis? Ja, absoluut. Want zo hebben we er ook over nagedacht. Welke dingen kunnen we in deze tijd ontwikkelen, zodat we er straks ook wat aan hebben als de tijden hopelijk snel weer beter worden dan nu. En gaan jullie dan open weer als restaurant en dan met de bezorg- en afvalservice erbij? Ja, zeer zeker. En waarom vind je dit werk zo leuk? Omdat ik echt eigenlijk een horecamens ben en ik hou van met mensen omgaan. En je hebt het hier naar je zin? Heel erg. Super, dankjewel. Fijne dag. Dankjewel, tot de.